Welkom bij de Kat Koeno podcast. Hey allemaal, welkom bij de Kat Koeno podcast. Vandaag heb ik de gast Laura de Haan. Hey Laura, welkom. Hey Kat, superleuk om dit te gaan doen met jou. Dus dankjewel voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Hey ja, ik heb je uitgenodigd, want ik was heel benieuwd naar je. Wil je misschien iets meer vertellen over, nou, wie je bent, wat je doet in het leven en zo? Ja, zeker. Nou, ik heb echt van alles gedaan, dus dat past heel goed bij mij. Ik doe altijd weer wat anders. Ik ben nu wel een beetje stabieler in die zin dat ik al best lang hetzelfde doe. En ik woon sinds 6 jaar in het buitenland. Dus we zijn eerst naar Duitsland gegaan, nu woon ik in Spanje. En vanuit Spanje werk ik compleet, ja logisch, maar compleet locatie onafhankelijk. En ik ben met name bezig met aan de ene kant mijn online fotografiecursussen aanbieden, verkopen en mensen daarmee helpen. En aan de andere kant werk ik veel met Ilko de Boer in Master Moves, een high-end programma. Ja, gaat over online marketing, business, bedrijf succesvol doorontwikkelen. En dat doen we met een heel groot team van 24 coaches en experts. En ik doe nog wel wat dingen daaromheen, maar dat is op dit moment wat ik vooral doe. En ik geniet lekker hier in een natuurlijke omgeving in Spanje, in het zuiden. Lekker klimaat. Oeh, doe je goed. Klinkt lekker hoor. Ik moet zeggen dat ik heb ook altijd zo'n soort van idee gehad van ik wil wel naar Spanje verhuizen. Dat lijkt me echt heel lekker. Het is zo lekker dat je tegenwoordig gewoon op afstand kan werken. En Ja, ik ken jou natuurlijk van Ilko de Boer. Nou, graag. Ja. Gezellig. Ik ken jou natuurlijk van Ilko de Boer, omdat ik bij hem ook dat Master Moves programma heb gevolgd. En daar ben jij inderdaad heel actief in. Met webinars en van alles organiseren. Dus super tof. En ik hou ervan mensen die gewoon lekker hun passie volgen en naar het buitenland gaan. Wat ik ook leuk vind is dat je fotografiecursussen online. Dat vind ik ook interessant, want ik hou ook van fotografie. Ja. En leuk om dat online te doen. Dat kan dus blijkbaar. Absoluut. Ja, je ziet steeds meer mensen die nu starten met online cursussen, trainingen. Allerlei vormen heb je natuurlijk. Maar ik ben daar dus voor mijn gevoel een paar jaar geleden mee gestart. Maar het is alweer 6, misschien wel 7 jaar geleden. En ik ben toen gestart vanuit het niets eigenlijk. Want dat is altijd een grote belemmering van ondernemers. Van hoe moet ik dat nou aan de man brengen? Want weet je wel, ik heb geen mailinglijst. Ik heb geen groot aantal volgers. Dat had ik dus ook niet. Ik had wel al een tijdje met een mooi e-book gewerkt. Dus ik had misschien 500 mensen op een mailinglijst. Maar daar kun je nog geen grote omzetten mee gaan draaien. Niet eens kleine omzetten. Meestal niet, soms wel. In ieder geval niet met een lage prijs product zoals ik dat had. Dus ik had een mooie online cursus ontwikkeld. Ik was aan de ene kant heel erg trots op. Aan de andere kant heel onzeker over. Natuurlijk, mijn allereerste online product. En dat was een product waarbij ik fotografen ging helpen om ook... eigenlijk een bedrijf op te starten. Dus om fotografieopdrachten te kunnen gaan doen en alles wat daarbij komt kijken. Nou, ik was toevallig eigenlijk de eerste die dat deed. En niet zozeer de eerste in het algemeen, maar wel online. En ik ben toen webinars gaan geven. En, maar niet via, weet je wel, mijn eigen lijsten of mijn eigen volgers, want die had ik niet veel, maar via partners. En dat werkte zo goed, dus ik had een aantal mensen die ik al kende, sommige vaag, sommige al wat beter, die wel een grote mailinglijst hadden. En die het tof vonden om dat webinar aan hun volgers aan te bieden. En vanaf het eerste webinar waar ik echt ontzettend nerveus voor was. Hè, natuurlijk gaat het allemaal wel goed en hoe gaan de mensen het vinden? En er waren ook heel veel aanmeldingen. We hadden 200 mensen op dat webinar. Dus het was echt zo van, zenuwen. Je kent het wel, podiumvrees eigenlijk. Maar het ging echt supergoed. Zowel de techniek als de verkopen. We hadden 21 verkopen van €200, om maar even gewoon de getallen te noemen. En voor mij was dat mega, €4200 omzet in één webinar. Maar niet alleen dat, weet je, want het geld is leuk, maar ook het idee dat het goed ontvangen werd, dat mensen enthousiast reageerden, dat ze zich geraakt voelden tijdens dat webinar en dat ze ook nog
dachten na anderhalf uur met mij van, hé, dat is leuk, ik ga bij haar die cursus volgen. Dus dat was een enorme eye-opener en dat heb ik toen doorgezet. En ook nog andere cursussen gemaakt en ook andere marketingmethodes toegepast. Hè. Er is veel meer dan webinars wat dat betreft. Maar ja. Wat cool, want jij bent van oorsprong dus eigenlijk gewoon fotograaf. Of ja, nou ja, gewoon. Ik was, dat is best bijzonder, ja, maar toch? Ja, er zijn ja, er meer van. Precies, het is een hele grote markt, concurrerende markt. En ik was dan vooral gericht op, nou ja, ik kom uit de sociale sector. Ik heb meerdere dingen gedaan, maar dat was dan mijn laatste ding, om het maar zo te noemen. Een jaar of acht in die sector gewerkt. Ik heb gewoon een baan gehad. Niet een gewone baan, dus een hele aparte baan, maar wel in de zin van dat ik nog nooit ondernemer was geweest. En ja, toen ben ik eigenlijk, ik denk net als jij, gewoon gepassioneerd geraakt over fotografie. Dus je gaat steeds meer fotograferen en ik ging op mijn werk fotograferen. Ik ging allerlei activiteiten buiten op straat met jongeren, met sport, weet je, allemaal leuke dingen ging ik fotograferen. En toen werd dat zo goed ontvangen. Iedereen vond dat zo leuk en mooi. En nou ja, allerlei mensen gingen me ook helpen. Een goede vriend maakte een website voor me. Terwijl ik op dat moment nog niet eens het plan had om daar geld mee te gaan verdienen. Maar die zei gelijk van, ik ga een website voor je maken. Dat moet je gewoon, weet je wel, nou ja, laten zien. En weer een ander gaf me op een gegeven moment een goede camera. Dus ook heel apart. Het was eigenlijk ja, een vriend, collega. En zijn camera die was kapot en toen had hij nieuw gekocht. En toen kwam hij erachter dat wat er kapot was eigenlijk een heel klein dingetje was om te maken. En toen had hij twee camera's. En toen zei hij van, ga jij maar lekker met die fotograferen. En nou, als je het wat vindt, dan hou je maar. Dus eigenlijk heel bijzonder als ik eraan terugdenk. Weet je wel, zo'n vrijgevige houding. Echt heel leuk was dat. Nou, en toen, ja, die camera was alweer een stuk beter dan wat ik had. Maar toen raakte ik helemaal in de band van fotografie. En toen had ik zelf mijn eerste spiegelreflex gekocht daarna. Nou ja, als je fotografie niet kent, is het helemaal niet boeiend. Maar onder de fotografen in die tijd, weet je, dat is alweer een jaar of 12, misschien wel 15 geleden. De tijd gaat zo hard. Maar in ieder geval, toen ging ik helemaal los. En toen dacht ik, ik ga mijn baan opzeggen. Althans, eerst voor de helft. En dat vond mijn werkgever goed. Dus ik ben parttime gaan werken. En parttime dus in opdracht gaan werken. Ik had ook gelijk een hele grote opdracht voor de gemeente Rotterdam. Om straatdialogen te gaan fotograferen. Dus groot in de zin van dat ik gelijk heel veel momenten kon gaan fotograferen. Waar ook een redelijk bedrag tegenover stond. En dat gaf mij weer de mogelijkheid om nou, mijn portfolio te ontwikkelen. Mijn netwerk te ontwikkelen. Maar ook ervaring natuurlijk. En ook een stukje geld om weer natuurlijk nieuwe dingen te gaan kopen. Want dat deed ik tenminste steeds weer betere apparatuur en ja, ook andere dingen die je nodig hebt. Zoals flitsapparatuur, nou ja, je kent het allemaal wel. En toen, ja, toen ging het eigenlijk los. Toen kreeg ik steeds meer opdrachten, ging steeds meer doen. Ik heb ook heel veel als vrijwilliger altijd gedaan. Vooral binnen die sociale sector. Om nou ja, gewoon mensen te leren kennen, ervaring op te doen. Weet je wel, portfolio weer verder te ontwikkelen. En uiteindelijk daar ook opdrachten uit te krijgen. Dus toen heb ik na een jaar mijn baan opgezegd. En dat was heel spannend ook weer. Maar goed, je moet echt gewoon risico's durven nemen om verder te komen in het leven. En sindsdien is mijn mindset ook helemaal veranderd. Weet je wel, als je eenmaal dat soort stappen een paar keer hebt genomen, dan kom je erachter dat er gewoon heel veel mogelijk is. En dat je, als je gewoon doorzet, lef hebt, inzet, ja, voldoende inzet hebt om ook al die dingen te leren en zo, dan komt het wel goed. Dan ga je dat aantrekken. Komt het in ieder geval allemaal op je pad. En je herkent het ook omdat je ervoor open staat. Dus je, weet je wel, je hebt natuurlijk dat mooie boek The Secret. En daar heb ik ook wel wat mee. Maar het is niet alleen maar het aantrekken, maar ook gewoon het herkennen van kansen. Waar andere mensen ze niet zullen zien omdat ze er bijvoorbeeld niet in geloven of er niet mee bezig zijn. Dat zo kan werken. Dus nou ja, en zo ben ik jarenlang blijven fotograferen, maar toen ben ik ook al snel, na een paar jaar fotograaf te zijn, ben ik Ilko tegengekomen op internet en hem gaan volgen en een traject gaan volgen bij hem, een coaching traject van een jaar. Heel veel geleerd over online marketing, webinars, al dat soort dingen.
ben toen ook zelf mijn websites gaan maken. Uiteindelijk later daar ook anderen weer mee gaan helpen, omdat ik dat ook ontzettend leuk vond. Hè. Al dat soort creatieve dingen vind ik ontzettend leuk. Zal ja, voor jou ook herkenbaar zijn, want jij maakt ook je eigen website, hè? Dus, ja. Ik ben ook webdesigner geweest best wel een tijdje. Ja, vond ik heel leuk. Oh, kijk, ook, ja. Super veel werk, maar wel leuk. Ja. Ja. Super veel werk, inderdaad. En met fotografie is dat ook, hè? Al die, nou ja, foto's uitzoeken, ook bewerken. Nou ja, maar goed. Het is heerlijk om in ieder geval het gevoel te hebben om wat vrij te zijn, omdat je eigen klanten kunt kiezen en niet meer altijd, nou ja, bepaalde tijden naar een kantoor moet of zo. Dat had ik sowieso al niet, omdat het totaal niet bij mij past en omdat het ook niet zo werkte in de sociale sector. Ik werkte heel onregelmatig en kon ook voor een deel mijn eigen agenda inplannen. Dus daar was ik al wel aan gewend, maar het was voor mij zo'n overgang om dan nog zelfstandiger te worden en nog vrijer. Al ben je nog steeds hard aan het werk en ben je natuurlijk wel afhankelijk van anderen om geld te kunnen verdienen. Maar goed, ja. En nu dan weer een volgende stap. Oeh. Om locatieafhankelijk te werken. Maar ik vind het ook wel grappig, want best wel veel fotografen die lopen daar natuurlijk tegenaan. Van nou, hoe krijg je opdrachten en hoe kan je zorgen dat je, ja, weet je wel, je onderscheidt van de rest van de fotografen. En als ik jou zo hoor, dan heb je ook inderdaad wel met die mindset van ook openstaan voor kansen en voor nieuwe dingen. En ook dat hele online verhaal, weet je wel. Dat heb je natuurlijk helemaal uitgeprobeerd. En hoe cool is het dan dat dat ook werkt, weet je wel. Dat je dus daar, nou ja, dat je dan een webinar gaat geven en dat het gewoon hartstikke succesvol is. En dat je, ja, er is nog wel wat voor nodig, een beetje lef en alles om dat te durven. Ja. Dat is natuurlijk ook nog best wel een ding, twee dingen eigenlijk, voor mij in ieder geval. In de sociale sector gaat het niet zo vaak over geld. En nou ja, in de creatieve sector eigenlijk ook niet. Nee. En ja, het is best wel interessant om te kijken van, nou, hoe kan je dat nou switchen, weet je wel? Waarom mag je het niet over geld hebben? Wat is dat nou toch? Ja. Waarom zou je geen geld mogen verdienen met mooie beelden maken van situaties of whatever, weet je wel? Het is best wel interessant, vind ik dat. Maar jij hebt dus anders bewezen dat het gewoon kan. Ja, maar ik zal er wel bij vertellen dat dat een proces is. En dat is voor mij ook een enorm proces geweest. Dus de juiste prijzen durven vragen en ook niet meer onzeker erover zijn. En ik heb gemerkt bij vrijwel alle startende fotografen die ik heb gekend of die ik heb geholpen, dat wij hebben als mensen, als we iets creatiefs doen, geven we een stukje van onszelf eigenlijk. En net als een kunstenaar, of noem het allemaal maar op, een designer. Het is echt een stukje van jezelf. En mensen zijn op een of andere manier vaak onbewust zo bang voor afwijzing. En als je iets dan voor gratis doet of heel weinig, kan je bijna niet afgewezen worden. Terwijl, ja, als je dan ook nog veel geld voor vraagt, of gewoon een normaal bedrag voor vraagt, dan wordt het wel heel spannend. Plus dat we ook altijd het idee hebben dat het gewoon niet goed genoeg is wat we geven. En dat slaat helemaal nergens op. Maar dat zit zo diep in de mens, heb ik gemerkt. Hè, als je mensen goed leert kennen en ze durven open te zijn, dat er altijd achter zit. Niet goed genoeg en het is heel persoonlijk wat je geeft. Het is iets anders dan wanneer je een webshop hebt in Playborstels of zo, maar wat te zeggen. Ja. Dat is niet zo persoonlijk en dat heeft gewoon een bedrag en dat staat op een webshop. Maar online producten van jezelf of foto's, websites, stukje van jezelf is dat, ja. Ja, dat, mooi dat, hoe je dat zegt, ja. 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 En dat, nou ja, voor mij was dat echt een proces van jaren, dat je eigenlijk steeds zelfverzekerder wordt en ook op een andere doelgroep durft te gaan richten en merkt dat je een stukje kwaliteit levert waar wat tegenover mag staan. En wat heel belangrijk is, sowieso met alles wat je doet als ondernemer, is dat je het goed kunt uitleggen aan een potentiële klant. Daarom zeg ik ook vaak van, ja, om zomaar tarieven op een website te zetten, dat kan tegen je werken, want je moet iets heel goed kunnen uitleggen, zodat mensen de waarde inzien en dat het dan niet zo'n groot bedrag meer is wat er tegenover staat. Terwijl als je zomaar iets op je website zet tegen een hoog bedrag, dan schrikt dat mensen gelijk af. Dat is tenminste ook mijn ervaring. Cool. Dus, dat is een goede tip meteen ook. Hey, en we gaan nog even door over geld. Want ja, de podcast gaat over rijkdom, maar in de brede zin van het woord. Maar het gaat ook over geld. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, dat
Daar heb ik vaak over nagedacht. Ook omdat ik op een gegeven moment, als je dat pad van persoonlijke ontwikkeling opgaat, en dan kom je allerlei mensen tegen, zoals bijvoorbeeld een T. Harv Eker, daar heb ik nog wel zo'n 3-daagse event van gevolgd in Nederland. Dus hij heeft het dan over de millionaires mindset. En dat gaat vooral allemaal om dat te veranderen, je mindset, over wat heb je geleerd vanuit je jeugd. En ik heb, denk ik, 2 dingen geleerd. Aan de ene kant was bij ons wel altijd genoeg. Dus ik kon altijd wel alles krijgen wat ik wilde. En, nou, dat klinkt heel heftig, zo was het helemaal niet. Maar gewoon wat ik nodig had, dat was er wel. Dus we hadden altijd goed te eten. Het was niet zo, zoals bij sommige gezinnen, dat altijd elk kwartje om of dubbeltje omgedraaid moest worden. Of dat er altijd, dat het moeilijk was om iets te vragen aan je ouders. Dus ik had altijd genoeg. Dus dat was wel goed aan de ene kant. Aan de andere kant was het ook wel dat bijvoorbeeld van mijn vaders kant, zijn ouders waren er behoorlijk rijk in de zin van dat mijn opa goed had geboerd met zijn bedrijf. Ze waren niet verschrikkelijk rijk, maar ze zaten er goed bij. Ze hadden ook een goed huis, een mooie auto, et cetera. Maar het waren niet zulke vriendelijke, ja, dat klinkt zo vervelend. Het waren niet de meest vriendelijke mensen, ze waren heel erg gericht op uiterlijk vertoon, op prestatie. Ook heel gierig. Ze zouden niet bijvoorbeeld snel iets aan een goed doel geven. En ik weet nog dat mijn moeder altijd zoiets had van, nou, ze hebben genoeg, maar mijn oma, om een nieuw jurkje te krijgen, dat kan er niet af. Weet je, dat soort dingen. En dat is altijd zo in mijn hoofd blijven hangen. Dus daar heb je wel zoiets, en dat heb ik nu helemaal niet meer, maar rijke mensen zijn gierig, zijn niet de leukste mensen. Dus dat was wel een soort, ja, of het echt een overtuiging was, weet ik niet, maar dat is wel waar ik als kind mee opgroeide. Wij waren ook mijn moeders kant, dus we hadden mijn vaders kant. En dan, mijn moeders kant was niet goed genoeg voor hun. Het was moeilijk ook voor hun om te trouwen. En dat hadden wij wel meegekregen als kinderen. Niet goed genoeg als je uit een bepaald milieu kwam. Terwijl mijn moeder helemaal niet uit een slecht milieu kwam. Gewoon normaal, weet je wel. Gemiddeld. Dus ja, ik heb daar wel vaker over nagedacht. Om het heel zwart-wit te zeggen, rijke mensen zijn gierig en slecht. Maar er was altijd genoeg voor ons. We hadden het wel goed thuis, ja. Ja. Niet rijk, maar goed gewoon, ja. En hoe heeft die mindset jou beïnvloed? Heb jij toen bedacht van, ik wil rijk worden? Of, Dat weet ik niet, maar bij mij is het altijd zo gebleven dat ik het altijd goed heb gehad. Maar dat ik altijd een spender ben geweest. Dus omdat ik altijd wel alles kon krijgen, heb ik niet echt geleerd, denk ik, achteraf, om ook verstandig met geld om te gaan, in de vorm van dat ik pas op hele late leeftijd eindelijk wat weg ben gaan zetten en wat slimmer ben geworden met geld. En vroeger altijd alles uitgaf, weet je wel? Geld moest rollen. Als je maar niet gierig bent. Ik was nooit gierig. Ik was degene die, als ik zeg wel eens tegen mijn vriend, en hij is trouwens precies hetzelfde als mij. Als ik alles wat ik vroeger tijdens het uitgaan aan rondjes heb weggeven en nou ja, gewoon aan eten en drinken aan mensen heb gegeven, als ik dat allemaal in één pot terug zou krijgen, dan zouden we wel een huis van kunnen kopen, denk ik. Ja. Maar dat siert je ook, hè? Ja, toch? Ja, ik zeg altijd, ik leef liever zo dan dat je heel gierig of heel erg voorzichtig moet leven met je. Ja. Ja. Hey, En als je geld hebt nu, waar geef je dan aan uit? Vooral. En het verschilt bij mij. Ik heb altijd fases. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden had ik weer een fase. Heb ik weer heel veel online programma's en cursussen gekocht. Ik heb ook een fase gehad. Dan kocht ik meer boeken, bijvoorbeeld. En wat sowieso al best wel wat jaren speelt, is dat ik heel graag geld uitgeef aan gezondheid. Dus duurdere voeding, biologische voeding, bijvoorbeeld boeken over gezondheid. Ik kan iets heel stoms noemen, een heel duur matras waar je goed op slaapt. Heel belangrijk voor je rug, bijvoorbeeld. Dus ja, ik geef graag geld uit aan dingen die mijn leven wat beter maken. En beter maken klinkt heftig. Een matras kan je leven wat beter maken. 1 boek kan ook het verschil maken. Ja, eigenlijk wel. En uit eten. En reizen, al is dat nu, sinds we in Spanje wonen, iets minder zijn het meer uitstapjes of zo, weet je wel. Ja. Maar ja, dat is ook reizen, ja. Dat is ook reizen, dus, ja, zeker. Ja. Hey, en als je nog 1 tientje zou hebben,
voorlopig, hè, niet voor altijd, maar gewoon voor nu. Je denkt van, oh shit, ik heb nog één tientje. Ik weet niet of het je ooit zou overkomen, maar stel dat het zo zou zijn. Waar zou je het dan aan uitgeven? Of niet? Wij hebben altijd een voorraad eten. Dus wij kunnen gerust op een gegeven moment geen geld hebben. En dat komt gelukkig niet meer voor, maar dat heb ik echt heel vaak in mijn leven gehad. Echt behoorlijke geldproblemen gehad in het verleden. Dus ik ken het wel. Maar met een voorraad eten en zo, en we hebben ook voorraad eten voor de katten, we kunnen altijd wel wat weken vooruit, weet je. Dus het laatste tientje zou niet eens zo erg zijn voor mij. Ik denk dat ik het gewoon zou bewaren voor een echte onverwachte uitgave. Of als je, weet ik veel, ja, iets, toch iets even nodig hebt. Stel, ik heb toch ineens batterijen nodig voor, weet ik veel, wat ik zeg maar wat stoms. Ik zou het niet echt uitgeven, maar als het mijn allerlaatste tientje ooit was, bijvoorbeeld, ja, dan zou ik misschien gewoon niet zo lekkers gaan eten of zo. Ja. Zo. En als je een tientje op straat vindt? Cadeautje? Als ik een tientje op straat vind, ik zou bijvoorbeeld, als ik met jou daar zou lopen, zou ik zeggen, kom kat, we gaan even een kopje koffie drinken. Of zo, dan zouden we dat gewoon samen gaan gebruiken. Maar als ik ben ook wel zo'n type, als ik iemand zie, bijvoorbeeld iemand die bedelt op straat, zou ik dat tientje gewoon aan diegene geven. Ja, dat zou ik heel makkelijk doen. Ik kan daar moeilijk voorbij lopen, zeg maar. Ja. Oké, okay, ja. Hey, en als je nou, zeg maar, al het geld van de wereld zou hebben, als geld gewoon geen enkele rol zou spelen, komt gewoon, als ik zo'n kraan open doen, dan komt gewoon geld uit. Je hebt gewoon plenty, ja. plenty. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Zo, ja, ik zou wel een beetje hetzelfde leven, denk ik. Dus gewoon op een heerlijke plek ergens, maar dan in een eigen huis natuurlijk. En want nu hebben we tot nu toe steeds gehuurd, omdat we dan nog niet zeker waren van waar willen we nou precies gaan wonen. Of misschien willen we alweer gewoon door, weet je wel. We zijn vaak verhuisd sinds we in het buitenland wonen. We hebben eerst in Duitsland gewoon ook al 3 huizen gehad. Dus ja, ik zou wel een heel mooi eigen plekje kopen. En ik zou bijvoorbeeld heel veel aan goede doelen voor dieren geven of zelf daar iets in opzetten. Doe ik nu ook wel, maar kleinschalig, weet je wel. Dus dat meer. En verder zou ik wel, ik vind het hartstikke leuk de dingen die ik doe om mensen daarmee te helpen, weet je wel. Met ja, bepaalde trainingen of adviezen of met zo'n masterteam. Met Ilko, daar helpen mensen gewoon echt heel goed mee. Het is hartstikke leuk om te doen. Ik denk niet dat ik daarmee zou stoppen. Maar je weet het pas als je echt dat geld hebt natuurlijk, wat je dan zou doen. Maar dat is wat ik denk. Dus een beetje hetzelfde leven, maar allemaal wat beter. En nog meer aan goede doelen geven. Of gewoon, nou ja, al het geld van de wereld. Dat zou wel leuk zijn, want dan zou ik de hele wereld kunnen veranderen. Toch? Dan, ja. Ja, dan kunnen we nog wel even over doorfilosoferen. Maar laten we dat maar niet doen. Maar in ieder geval zou ik het ook niet helemaal compleet anders doen. Ik heb wel hard gewerkt al die jaren om een soort fijn leven met veel vrijheid te kunnen creëren. Ja, cool. Ja. Fijn toch? Dat het dan, weet je, dat het eigenlijk niet heel erg hard nodig is. Best wel chill. Nee, ja. 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 Hey, en wat maakt jou rijk? Wat mij rijk maakt is vooral het gevoel van vrijheid. En als mensen zijn we natuurlijk nooit helemaal compleet vrij. Wat is nou compleet vrij zijn? En we hebben elkaar allemaal hartstikke nodig en zo. Dus we hebben altijd verantwoordelijkheden naar elkaar toe en verplichtingen, et cetera. Maar ik denk, als je kijkt naar de wereld en hoeveel mensen leven, is de mate van vrijheid die ik, maar ook jij bijvoorbeeld, heb bereikt, is heel groot. Weet je? Voor een groot deel kunnen we onze eigen keuzes maken. Kunnen we zelf bepalen hoe laat we uit ons bed komen. Met wie we wel of niet afspraken maken. Of voor of met wie we wel of niet willen werken. En ik zou elke dag de vrijheid hebben om lekker hier naar buiten te gaan. Wat ik ook heel vaak doe. Een wandeling te maken in een natuurlijke omgeving. Weet je wel? En ook weer de keuze te hebben om hier weg te gaan. Hoeveel mensen zitten niet vast ergens op een moment dat het heel slecht wordt op die plek. En dat kan van alles zijn. Een milieuramp, een oorlog of wat dan ook. Dus als hier in onze omgeving iets heel slechts gebeurt, hebben wij tenminste, zolang we niet vast komen te zitten, want er was hier ook een extreme lockdown, toen zaten we letterlijk vast. Ja. Maar even los daarvan, normaal gesproken hebben wij altijd de mogelijkheid om heel snel weer weg te gaan als het niet meer bevalt. En dat is echt vrijheid, dus dat je
en je letterlijk kan bewegen in de richting die jij wil. Kleine schaal op grote schaal. En dat maakt mij vrij, denk ik. Of rijk. Rijk. Vrijheid is rijk. Heel belangrijk. Ja. Ja. Het is maar net hoe je het beschouwt natuurlijk. Rijkdom kan je op zoveel manieren interpreteren. Maar voor mij is het ook vrijheid. Dus ik snap dat helemaal wat je zegt. Ja. En ik vind het ook leuk om altijd even over inspiratie te hebben. Dus ik was benieuwd naar jouw favoriete boek. Heb jij een favoriete boek of all times? Ja, maar dat is misschien niet wat je zult verwachten. En ik heb, weet je, ik denk daar wel vaak over na. Ik heb heel veel boeken altijd gekocht. Maar wat ik vroeger altijd las, zeg maar in mijn jeugd, als kind, jeugd, puber, dat waren hele mooie boeken. Jeugdboeken die mijn moeder ook altijd voor me meenam. Want mijn moeder is een boekenworm, die werkte ook op een bibliotheek. Heel veel afgeschreven boeken kreeg ik, of boeken die we leenden. En er zijn twee boeken me altijd bijgebleven. En dat is Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Dat is echt, vrijwel iedereen die van lezen houdt, kent dat. Heeft dat gelezen. En ik weet nog dat ik bij mijn oma was in Groningen. Dus een deel van mijn familie komt uit Groningen en Friesland. En dan ik kom uit Delft. En dan gingen we er toch vaak naartoe. En dan waren we daar een weekend. Ik heb dat boek in één weekend bij mijn oma thuis, opa en oma, uitgelezen. En ik was er helemaal gek van. Maar er was nog een boek. En ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar het is me altijd bijgebleven. Dat is ook zo'n jeugdboek. En dat heette De Witte Wolf. Ook een vergelijkbaar soort schrijver. Echt een fantastisch boek. Maar Kruistocht in Spijkerbroek heb ik ook alweer jaren geleden, maar als volwassene, nog een keer gelezen. Omdat ik me dat altijd heb herinnerd van hoe mooi ik dat vond als, ik denk, 12, 13-jarige. En het was weer geweldig om te lezen. En later had je ook nog die film, hè, zoveel jaar geleden. Nou, een film haalt het meestal niet bij een goed boek, maar toch was het ook wel heel leuk. Maar niet van de laatste tijd heb ik gewoon heel veel boeken gelezen. Maar ik lees niet meer echt verhalenboeken, maar meer boeken over persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, marketing, voeding, weet je wel, spiritualiteit, noem het maar op. Dus ik heb geen favoriete boek. Kruistocht in Spijkerbroek heeft volgens mij al meerdere mensen genoemd. Dat is echt grappig, ja. En ik moet zeggen, jij zegt dat nu en dan denk ik, dat zou die voor mij ook wel eens kunnen zijn. Ik was zo onder de indruk van het boek. En ik weet niet eens. Ja, het was een kruistocht natuurlijk. Dus het gaat ook over de hero's journey waarschijnlijk. Over de reis die je moet maken. Dus er zal wel allerlei lagen ingezeten hebben. Waardoor dat ook zo boeiend was. Ik heb het nooit meer gelezen daarna. Maar dat ga ik dan toch weer eens doen. Want ik ben wel weer geïnspireerd, moet ik zeggen. Ja. Leuk. Ja. Ik heb hem ook bewaard, dus ik heb hem gewoon nog. Ik zou hem binnenkort weer eens kunnen lezen. Want ik ben alweer een beetje vergeten, zeg maar, waar het over ging. Ja, ik weet de grote lijnen wel, maar weet je, het is alweer lang geleden dat ik hem opnieuw heb gelezen. En dan nu nog een keer lezen en dan bijvoorbeeld weer als je 70 bent of zo. Ja. Met sommige verhalen kan dat. Dan zie je er altijd weer nieuwe lagen erin. Ja. Ik heb dat ook, ik had het toevallig laatst in de vorige podcast ook over De Alchemist van Paulo Coelho. Ik weet niet of je dat boek kent. Die ken ik ook, is ook een heel mooi boek. Fantastisch. Ja, die heb ik afgelopen jaar 3 keer gelezen. En die heb ik 20 jaar geleden ook gelezen. En toen maakte het al heel veel indruk. Maar ik heb het afgelopen, ik denk, ik ga dat boek gewoon bestuderen. Want elke keer als ik het lees, dan ontdek ik weer een nieuwe laag. Dat is knap, hè, als je dat kan. Super. Echt knap. Wij hebben veel boeken van hem ook, Ja, wie niet, hè? Dat is natuurlijk ook de schrijver des schrijvers, zo'n beetje. Maar, dat zou met dat Thea Beckman boek ook zo kunnen zijn. Dat dat gewoon, er zitten nog wel meerdere lagen in zitten. Maar tof. Ja. Hey, en over, over inspiratie. Heb je ook iemand die een voorbeeld voor jou is? Ja, voorbeelden. Ik heb wel best wel veel mensen die ik dan bijvoorbeeld een tijdje volg. Of die ik altijd een beetje blijf volgen. Ik ben niet iemand die heel veel mensen heel veel volgt. Omdat ik toch ook wel gewoon veel met mijn eigen werk, dingen bezig ben en zo. Dus ja, ik neem daar de tijd niet voor. Maar ik heb wel altijd mensen die ik bijvoorbeeld een tijdje volg. En als het dan over gezondheid gaat. Heb ik bijvoorbeeld David Wolf een tijd gevolgd. En ook omdat hij veel evenementen deed in Nederland via Succesgids, heb ik ook foto's gemaakt. Dus toen kwam ik eigenlijk in aanraking met hem. Heb ik wat boeken gekocht.
en veel dingen ook toe kunnen passen. Meer raw food in je leven. En ja, gewoon verse dingen eten, et cetera. Kruiden. En dat heeft mij heel veel geholpen. Door me veel gezonder en fitter te gaan voelen. Maar nu volg ik hem niet meer constant. Weet je wel. Dat, ja, maar ja, op spiritueel vlak. Nou, heb je bijvoorbeeld Craig Braden. En ook Bruce Lipton. En hoe heet die andere nou? Nou ja, in ieder geval hun leggen spirituele dingen uit op een hele nuchtere, wetenschappelijke, onderbouwde manier. Dus op basis van heel veel onderzoeken die ze ook kennen. Hun zijn zelf wetenschappers met een hele ja, spirituele inslag. Dus hun volg ik heel graag. En, maar dat is dan gewoon eens een... Nou, dan kijken we weer eens een paar afleveringen op YouTube of Kaya. Dat is zo'n soort Netflix voor de spirituele. En dan weer een tijdje niet. Nou ja, zo heb ik Ilko al heel lang natuurlijk gevolgd. En ja, nu zit ik dicht bij hem, dus dan volg je hem automatisch nog. Maar qua ondernemen is dat weer een grote inspiratiebron geweest. Maar ja, ook Tony Loorbach bijvoorbeeld. En nu ook Martijn van IMU. Zo heb je best wel een aantal hele toffe mensen in Nederland die het heel goed doen. En waar je heel veel van kunt leren. Ja, en op het gebied van geld dan weer T. Harv Eker. En ja, ik ben ook wel eens, maar dat is dan niet echt, dat is dan op dat moment. Ja, ik kan heel erg in het moment geïnspireerd raken. Dat is misschien een betere uitleg. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik ben een keer naar zo'n event van Amma geweest. Ken je Amma? Dat is zo'n vrouw die de wereld rondtrekt. Zij heeft zo'n spiritueel evenement en het gaat eigenlijk alleen maar om dat zij iedereen knuffelt. Zij omhelst mensen. En er zijn dan meditaties bij en kraampjes en eten en zo. Maar we hadden gewoon zoiets leuk. We gaan eens een keer kijken wat het is. Ja, mensen zijn enorm door geraakt. En het enige wat zij doet in haar leven is dus reizen en mensen omhelzen. Ja, op zo'n moment raak je dat en ben je daardoor geïnspireerd. Zoveel liefde. Maar ik ben haar niet gaan volgen verder of zo. Om nou constant te zien hoe zij mensen omhelst. En ja, zo heb ik dus vaak dat ik spontaan iets tegen kan komen. Of ook in real life. Bijvoorbeeld al onze coaches uit het massateam zijn hele mooie mensen. En op het moment dat hun actie zijn, denk ik, ja, kan me dat raken en ben ik dan geïnspireerd. Ja, is dat voldoende uitleg? Nou, dat is zeker voldoende uitleg. Vind ik ook heel grappig, want dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, weet je, soms kan je fan zijn van iemand en dan een soort van alles... Ja, alles eten wat diegene serveert, om het zo maar te zeggen. En soms kan je inderdaad ook gewoon even zo aangaan op iets. En het kan dan gewoon inderdaad iets zijn wat je dan op dat moment nodig hebt. Maar ik vind het wel leuk dat je zegt van, nou, ik ga die nieuwsgierigheid... Ja, je bent dan eigenlijk nieuwsgierig van, hé, wat zou dat nou zijn? Weet je wel, zo'n vrouw die iedereen gaat knuffelen. En dat is dan tof dat je daar dan bij bent geweest. En dan kan je toch weer denken van, nou weet ik hoe dat is. En dat wil niet zeggen dat je heel de wereld rondreist om overal knuffels op te gaan halen bij haar. Dat snap ik dan ook alweer. Maar ja, ik vind het wel grappig, want dat is vanuit een soort fascinatie dan. Een nieuwsgierigheid. En dan ga je dat even onderzoeken. En dat is leuk. Het is leuk om je op die manier te laten inspireren natuurlijk. Ja. Tof. Ja, tof. Maar ik ben ook nooit echt fan van iets of iemand geweest. Ik ben wel wat natuurlijk fan geweest van bepaalde sterren. Zoals, in mijn tijd kwam Madonna op. En dan ben ik wel eens naar een concert geweest. En ik was gek op die muziek. Dus ik was een soort fan. Maar ik ben nooit fan van iemand geweest dat mijn leven ging beheersen. Of dat ik flauw zou vallen als ik iemand in het echt leven zou zien. Ik ben vrij nuchter. Dus ik heb ook nooit voorbeelden die ik adoreer of zo. Dat ken ik niet echt. Nee. Er is ook niks mis mee als je dat wel hebt. Ik bedoel niet dat dat slecht of goed is, maar dat is voor mij niet echt van toepassing. Ja, maar dat zegt wel iets over jou. Dat is grappig. Vind ik leuk, dat soort dingen. Ja. Als ik jou echt zou kennen, wat zou ik dan over jou weten? Bijvoorbeeld dat ik... ik ben er niet echt mee bezig. Ik leef, dat ik heel erg mijn eigen leven leid en heel erg op vrijheid gesteld ben. En eigenlijk een grote hekel heb aan allerlei regeltjes. Ik ga meer uit gewoon van goede intenties, zowel bij mezelf als mensen in mijn omgeving. Wij hebben niet allemaal stomme regeltjes nodig. Ik vind dat de wereld nu helemaal overladen is met stomme regeltjes overal. En ik blijf daar het liefst zo ver mogelijk bij weg. En
ja, dus daar heb ik niet zoveel mee. Ik zou liever uitgaan van goedheid, goede intenties van de mens. En samen gaan we er iets moois van maken. Dan is het misschien een beetje idealistisch of utopisch. Of hoe zeg je dat? Maar zo zit ik meer in elkaar. Ja. Ja. Dus. Mooi. Ja. En wat zie jij als jouw grootste levensles of grootste inzicht? Of een groot inzicht? Ja, nou ja, in ieder geval als ik kijk naar waar ik, ja, het zal alweer 15 jaar geleden zijn, waar ik toen stond en nu, is dat er gewoon heel veel mogelijk is. En ja, ik ben echt niet zo'n bijzonder voorbeeld vergeleken met heel veel andere mensen die echt, weet ik, wat allemaal niet bereiken. Maar als je gewoon kijkt wie ik toen was en in wat voor problemen ik zat en zo en wat mijn mindset was en waar ik nu sta, dan er is gewoon van alles mogelijk als je ervoor gaat, als je durft te kiezen, als je over je onzekerheden durft te stappen en ook de juiste inzet hebt. Je moet er wel wat allemaal voor doen, maar er is gewoon heel veel mogelijk. En ook dat het altijd wel goed komt. Ik heb nu al zo vaak een beslissing genomen die spannend was, maar het komt wel goed, ook als het niet goed gaat. Ik heb ook beslissingen genomen om dingen te gaan doen die niet goed hebben uitgepakt. Maar dat is niet zo erg. Weet je wel, je kan je van tevoren dan helemaal gek maken met dat het heel erg zou zijn als datgene fout gaat. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is allemaal niet zo erg. Het komt altijd wel weer goed. Het komt wel goed, zeg ik altijd, ook tegen mensen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel op zich, als je het niet ervaren hebt, dat ja, als je het niet uitgeprobeerd hebt, dan weet je het sowieso niet. Dus dan ben je misschien wel aan het lijden voor het lijden dat je vreest, zullen we maar zeggen. En als je dus een verkeerde keuze maakt, dan weet je in ieder geval dat dat de keuze niet was. Dus heb je wel een antwoord. Ja. Dus als je niet kiest, dan gebeurt er niks. Ja. Dan blijf je gewoon zitten waar je zit. Dat is ook niet ideaal. Dus ja, waarom zou je dan niet het risico nemen om een verkeerde keuze te maken? En dat dan in één keer een goede is. Ja, ja, maar ik denk dat we onszelf en al onze gevoelens veel te serieus nemen, weet je wel. Het kan allemaal wat luchtiger en ga gewoon lekker doen wat je hartje ingeeft en go with the flow. En ja, richt je op groei en durf gewoon fouten te maken. Er zijn eigenlijk geen fouten, maar durf stappen te nemen die niet altijd goed uitpakken. Ja, ja. Ja, ik denk dat als je het één keer meegemaakt hebt, dat je er dan anders in staat of zo. Dat je gewoon weet van, oh, ik overleef dit gewoon. En dat je dan denkt van, oh, nou ja, goed, dan is het niet zo erg, weet je wel. Terwijl, ja, je kan je van tevoren zo druk maken. Ik vind dat heel interessant. Ik heb er zelf heel veel last van gehad, vooral in het verleden. Dat ik zoveel bezig was met, wat als dan, dit dan, hoe, ja. En dan gewoon niks doen. Nee, dat is ook niet de oplossing. En dat gaat eigenlijk een beetje over veerkracht, volgens mij. En ik ben daar een boek over aan het schrijven. Dus ik vraag altijd aan iedereen die ik interview, vraag ik van, wat denk jij dat veerkracht is? En kun je dat leren? Nou, kijk, ik weet dat ik zo in elkaar zit dat ik veel veerkracht heb, omdat ik niet zoveel moeite met veranderingen heb. Want veerkracht is eigenlijk gewoon goed omgaan met veranderingen. En flexibel zijn en gewoon overal je weg weten te vinden en overal eigenlijk het beste van maken. Dat is het, denk ik. Maar of je dat kunt leren, ja, ik denk het wel. Maar ik weet ook ondertussen wel dat mensen wel erg verschillend zijn. We zijn niet allemaal ongeveer hetzelfde en iedereen kan even makkelijk met vrijheden omgaan, bijvoorbeeld. Of met het ondernemen, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen zijn gewoon zo diep onzeker. Ja, dan is, weet je wel, dat je misschien van werkplek verandert binnen je eigen kantoor al een mega stap of zo. Dus kun je het leren? Ik denk het wel door het gewoon te doen dat je daar steeds makkelijker mee omgaat. Maar hoe makkelijk dat voor iemand wordt, ja, dat zal per persoon verschillen, denk ik. Ja. Ja. Mooi. Hey, en we zijn bijna aan het eind van het interview. Maar ik ben ook altijd heel nieuwsgierig naar, wat lees jij, luister jij en kijk je op dit moment? Ja, ik heb. Ze liggen hier toevallig op mijn bureau, dus ik zal het je even laten zien gelijk. Ja, kom maar door. Ah, Hall Miracle House. Morning. Want dat is wel een uitdaging voor mij. Ik ben eerder. Nou, vroeger ging ik altijd heel laat naar bed. Ik was echt een avondmens, dacht ik. Vond ik. Zo voelde ik dat. En ik
ik ging goed in de nacht qua werk. Weet je wel, in de middag bijvoorbeeld fotoopdrachten en in de avond bewerken, aan mijn website werken, et cetera, nieuwe dingen leren. En dan was het zo weer 1 uur of 2 uur of nog later. Maar ja, zeker nu de laatste jaren. En daarvoor al, mijn vriend was sowieso wat anders. Ze zijn nu iets van 7 jaar samen. Dus ja, dan ga je al meer op elkaar afstemmen. Plus dat ook in het werk wat ik doe, is het gewoon handiger om vroeg op te staan. En gewoon 's ochtends productief te zijn. Maar dat was wel een overgang voor mij. En nog steeds ben ik niet een echte vroege opstaander, zeg je dat zo. In ieder geval, ja, ik sta liever om 8 uur op dan om 5 uur. Nou wil ik ook niet om 5 uur opstaan, maar ik heb wel gemerkt als je vroeg opstaat en dan de tijd voor jezelf neemt, dat het gewoon een heel fijn begin van de dag is en dat het gewoon goed werkt. Dus ik, daar werk ik aan. En dan heb ik er nog 2, is misschien ook leuk. Nou ja, de online marketing tornado van Tornado, ja. Donnie en Martijn van IMU. Dus heel goed boek over online marketing. En ik ben hier pas mee begonnen. Je eigen natuurlijke cosmetica maken. Dus ik heb wat dingen nu zelf gemaakt. Het is hartstikke leuk. Gewoon bijvoorbeeld douchegel. Of je kan alles, je kan letterlijk alles zelf maken. Maar de kwaliteiten van, ja, dat moet je even afwachten of je dat bevalt. Maar tot nu toe gaat het wel goed. Dus ik heb al een shampoo zelf gemaakt. Een lipgloss, die is ook heel goed gelukt. En sommige dingen die zijn wat minder goed gelukt. Maar ik vind dat wel. Ik doe altijd weer wat nieuws en dan doe ik het een tijdje en dan stop ik er weer mee. Of het wordt een onderdeel van mijn leven. En bij deze weet ik het nog niet. Oh, we zullen leuk. Maken. Maar ja. Met baking soda toch? Daar kan je heel veel mee doen. Ja, daar kan je bijvoorbeeld tandpasta hebben. Ja, dat zijn inderdaad basisingrediënten die ik nu heb. En amandelolie bijvoorbeeld. En ook gewoon water en natuurlijke zeep raspen en dan verwarmen. Dan krijg je dus de basis voor een douchegel. En dan kun je er nog wat dingen doorheen gooien om het wat, ja, bijvoorbeeld beter voor je huid te maken. Of beter smeerbaar, et cetera. En zo heb je allerlei recepten. En de basis vind je wel op internet, dus dat heb ik gewoon met Google gedaan. En dan kun je dus daarin nog wat verder gaan door zelf te gaan experimenteren. Bijvoorbeeld met een lekkere etherische olie erin. Of je kunt letterlijk elk ingrediënt bestellen online. Dus ik heb 2 grote webshops hier gevonden waar je echt alles kunt bestellen wat je maar in een natuurlijk product kunt gooien. Dus, cool. Ja, en je kan misschien wel zelfs bij jou in de omgeving zitten denken. Daar staat natuurlijk heel veel aloe vera daar in Zuid-Spanje. In de tuin hier. We hebben best wel veel in de tuin staan. Ik heb die gekocht laatst bij de Ecoplaza in Amsterdam. Zo'n heel groot zo'n blad van de aloe vera. Ja. En die kan je dan in stukjes snijden. En dan kan je die gel, die kan je dan op je gezicht smeren. En dat is een soort natural, een soort van... Nou, je voelt je meteen, je huid gaat helemaal lekker strak. Ik zie het ook, je ziet het stralend, hè? Ja, het is echt, ik heb het al een tijdje niet meer gebruikt. Maar ik vond het echt wel, dat ik dacht, nou, zo simpel is het. En als je verbrand bent, schijnt het ook heel goed te werken. Dus ga ik niet vaak in de zon, maar weet je, dat soort dingen. Het is wel grappig, want ik heb toevallig gisteren zitten googelen. Want ik wil een soort van, dat noemen ze dan een aura spray. Dat vind ik dan een beetje te wazig. Maar een soort van... iets van een soort van verstuiver voor in huis, voordat je lekkere geur kan hebben. Maar dan, heel naturelle geur. Ja. Maar wel lekker. Ja. En dus die zat ik te zoeken, maar dat was nog best moeilijk te vinden. Dus, misschien staat het wel in jouw boek. Nou, ik heb wel zoiets gekocht hier op een markt. Je hebt zo'n heel leuk markt hier in de buurt. En er staat dan ook zo'n dame met wat van die, kristalletjes en zo, wierookjes. En ook, dat soort dingen. Maar dat, het ruikt wel beter dan een echte huisparfum. Het schijnt ook niet zo gezond te zijn, zo'n echt chemisch huisparfum. Dus dat gebruik ik niet. Maar af en toe, het is eigenlijk gewoon etherische olie wat je dan in een verstuiver doet. Moet je ook niet te veel doen schijnbaar. Zeker niet als je katten hebt. Schijnt ook niet zo goed te zijn. En die hebben wij, dus dat doe ik dan in mijn eigen kamer. Nee, dat kunnen ze ook niet. Gaan daar niet over de gezondheid voor. Kat hebben, maar ze kunnen iets wat erin zit niet afbreken in hun lichaam. Dus het vergiftigt hun zelfs als je te veel doet. Dus je moet serieus? Dat is best wel relevante info. Me. En het is niet bij alle olieën zo, maar het is vooral bij de wierookachtige dingen zo. Ja. En heel veel mensen hebben ook zo'n ding in een. Dat vind ik al. Ik krijg altijd koppijn van die chemische dingen.
dat hebben ze dan in zo'n stopcontact of zo, weet je wel. En dan komt dan geur vanaf. Ja, verschrikkelijk slecht voor je lucht. Nooit zo goed begrepen, maar ik vind dat... Nee. Dus ik was op zoek naar iets meer naturelligs, maar ja, grappig. Maar het, ja, ik vind het wel heel veel zeggen dat je dus dan op zoek gaat naar iets dat je nieuwsgierig bent en dat je dan inderdaad zegt van nou, ik ga er een boek over lezen en we zien wel of het beklijft, weet je wel. Misschien ga je wel een hele nieuwe natural dingenlijn beginnen. Dat zou wel kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Sommige dingen lopen uit de hand, zoals fotografie, hè, en websites doen. Ja. En nou ja, nog wel wat dingen in de loop der jaren. Maar, en sommige dingen blijven gewoon bij een tijdelijk iets. Of iets wat je dan af en toe doet. Bij dit kan ik me voorstellen dat ik dat nou niet constant ga doen. Maar dat ik af en toe in het weekend of zo eens een keer het gevoel heb van... Hé, ik ga weer een beetje kokkerellen en shampoo maken of zo. Ja. Ja, ik heb een tijdje van die tandpasta van baking soda gemaakt. Ja. Ik vond het topspul. Ik vind het beter dan van die vieze tandpasta, van die chemische tandpasta. Ik heb heel lang geen shampoo gebruikt. Ik heb nu een soort van, ik heb nu ook een soort natuurlijke shampoo. Daar krijg ik dus zo'n haar van het hele droge. Dus dat werkt niet voor mij. Dus dan moet ik weer op zoek naar iets anders met meer kokosolie erin. Want anders wordt het gewoon, dan krijg ik zo'n koeshaar. Dus, maar het is wel interessant om daar nou op zoek te gaan. Gewoon van, nou weet je, alternatieven. Want ja, al die dingetjes uit die potjes en zo. Vreselijk goor spul is het eigenlijk allemaal. Laten we wel wezen. Ik wou zeggen, ik ben daar al heel lang van op de hoogte. Dus ik probeer dan de beste producten te kopen. Maar zelfs dan, als je op die lijstjes kijkt en je googelt het, zijn dat ook niet allemaal hele goede ingrediënten. En als je zelf met kokosolie, aloe vera en baking soda een tandpasta kunt maken bijvoorbeeld, of zelfs een deo. Hè, dat baking soda werkt ook goed voor deo. Ja, het bespaart geld, maar los daarvan is het veel gezonder. Dus het kost even wat tijd, maar zelfs dat valt wel mee. Het is gewoon even mengen en in een potje doen en je hebt het. Dus, ja. Het langer kunnen bewaren, dat was mijn grootste uitdaging, denk ik. Ja. Daar had ik een beetje te veel gemaakt. Nou ja, leuk, inspirerend. Hey, Laura, ben ik nog iets vergeten te vertellen over jou? Wil je nog iets kwijt over jezelf? Wil ik nog iets kwijt? Eens even denken, wil ik nog iets kwijt? Ja, ik heb denk ik de belangrijkste dingen wel gezegd. Zoals ik in het leven sta, is gewoon doen. En het komt allemaal wel weer goed. Betekent niet dat je altijd bij de eerste de beste impuls iets moet doen. Hè? Natuurlijk moet je dingen even laten inweken. Of als je je onzeker over voelt, nou, ga eens met mensen over praten. Of ga inderdaad een bepaald boeken overlezen. Of video's bekijken of wat dan ook. Maar ga er in ieder geval mee aan de slag. En als het te spannend is, doe een heel klein stapje. Bijvoorbeeld mensen die ondernemer willen worden, maar dat te eng vinden. Je hoeft het niet van de een op de andere dag te doen. Je kunt dus een kleine stap zetten in die richting. Door een cursus erover te kopen en eens te gaan, of eens te gaan praten met een paar ondernemers. Van wat betekent dat nou om ondernemer te zijn? Of om iets naast je werk te gaan doen. Iets, weet je wel. Stel je wil heel graag coach worden, maar je durft het niet aan. Nou, ga een coachopleiding doen en vraag dan aan je werkgever of je minder uren kunt werken, zodat je 1 of 2 dagen per week dat kunt opbouwen. Bijvoorbeeld. Weet je, het hoeft niet altijd zomaar van, nou, ik ga ervoor en de volgende dag heb je geen baan meer en ben je ingeschreven. Maar zet in ieder geval die stappen, dan komt het wel naar je toe. Dat is ook altijd een motto, dat is nog niet aan bod geweest inderdaad. Kleine stappen, kom je altijd bij je doel. Dat is altijd beter dan niks doen. Ja, mooi advies. Mooi advies. Ja. Heb je nog andere tips? Of, Ja, niet direct. Ik denk dat de belangrijkste dingen wel aan bod zijn geweest. Ja, en nou ja, het is niet heel... We hebben het een beetje over gezondheid gehad, maar echt gezondheid is... Ja, we vinden allemaal onze gezondheid het allerbelangrijkste, maar heel weinig mensen zijn daar echt serieus mee bezig. En we denken allemaal dat het lot is wat bepaalt dat we een bepaalde ziekte krijgen. En dat kan voor een deel zo zijn natuurlijk, maar voor een deel hebben we het ook in eigen hand door gewoon goed voor onszelf te zorgen. En dan heb ik niet alleen over voeding, maar vooral stress is heel belangrijk. Dat je stress reduceert of in ieder geval ontstrest. En goed slapen, natuur, goede lucht, al dat soort dingen. Ja,
probeer ook daar kleine of grote stappen in te zetten. En ook daar, weet je wel, kan je gewoon steeds een ding toepassen. En dan, je hoeft niet van de ene op de andere dag een heel gezond dieet te gaan volgen. Je kunt gewoon steeds iets introduceren in je leven. Ja, bijvoorbeeld een smoothie, een gezonde smoothie. Als je dat elke dag moet nemen, is dat niet zo'n grote opgave. En dat betekent niet dat je nooit meer iets slechts kan eten, maar dat je iets goeds toevoegt. En een maand later voeg je iets anders toe. Of je laat iets weg, nog belangrijker. En zo gewoon steeds weer een nieuwe stap. Ja. Tof. Er is niets belangrijker dan, dan de gezondheid. Zowel geestelijk, lichamelijk als spiritueel. Van jezelf en je omgeving. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Toch? Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, en als je ondernemer bent... Jij bent ook een goed voorbeeld daarvan. Van steeds weer een stap nemen op weg naar een betere gezondheid. Steeds weer een onderzoekje doen op een bepaald vlak om, hier vooruit te komen. Ja, want ik ben mijn bedrijf. En als ik me niet goed voel, dan kan ik ook mijn werk niet doen. Ja, zo simpel is het gewoon. Dus, ja. Dus dat is ook als je ondernemer wil zijn. Ja, ik vind wel dat het er een beetje bij hoort ook. Dat is ook een soort verantwoordelijkheid nemen. En ik merkte bij mezelf, ik heb best wel lang heb ik dat niet gedaan. En als je het dan in één keer wel doet. En inderdaad, wat je zegt, slechte gewoontes inwisselt voor goede gewoontes. Ja, weet je, als je een jaar verder bent, moet je kijken waar je dan staat. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is gewoon zo cool. Kijk, op het moment dat je begint, dan kan je nog niet weten wat het effect op lange termijn is. En dan zou je misschien kunnen denken van, nou, ik ga het niet doen. Maar... als je dan een jaar later terugkijkt, denk je, jeetje mina, wat is allemaal gebeurd? Ja. En dat kan zo'n ongelofelijke shift zijn, dat je, ja, dat is echt super gaaf. Dus ik vind dat een heel mooi tip van jou. Ja, en sta je ook niet, sta je niet dood op van die zegt dat en die zegt dat? Want elk lichaam, kijk, bepaalde dingen gelden wel voor iedereen, maar bepaalde dingen zijn echt voor jouw lichaam wel relevant en voor een ander weer niet. Elk lichaam heeft zijn eigen probleempjes of dingen waar hij goed op gaat. Voor mij bijvoorbeeld is het heel belangrijk om echt zo weinig mogelijk suiker en gluten te eten. Dan voel ik me gewoon veel fitter zodra ik een paar weken dat weer eet. Energie die lekt gewoon elke dag een beetje meer weg. Dat is gewoon bij mij heel duidelijk. Nou ja, dan weet ik dat. En dan kan ik er nog voor kiezen om het wel te eten. Maar dan is het in ieder geval een bewuste keuze. En zo is het voor een ander die heeft daar helemaal geen problemen mee. Maar die heeft weer... ja, weet ik veel. Ik eet dan geen vlees. Daar ga ik goed op. Een ander moet juist... moet er misschien niemand, maar gaat daar weer wel heel goed op om heel veel vlees te eten. Dus ja, weet je wat, het is voor iedereen anders. Dus dat moet je voor jezelf gaan uitzoeken waar jij goed op gaat, wat bij jou past. En het gaat niet alleen om voeding, het gaat om veel meer. Ja, maar dat is een hele zoektocht. En weet je, dat is ook gaaf om daar tijd in te investeren. Ja. Want dat komt eruit. Als je helemaal weet hoe je werkt, hoe jij specifiek werkt, dan heb je gewoon heel veel voordeel van. En ik heb best wel een tijdje lang gewoon gesetteld voor les eigenlijk. Ik heb gewoon geaccepteerd van, nou, dit is wat het is en het gaat niet beter worden als dit. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat is dat nou voor klets? En toen had Eelco een heel mooi verhaal over dat hij één ding had veranderd en dat was dan... hij was met zijn gezondheid aan de slag gegaan. En dat had dus het hele verschil gemaakt. En toen dacht ik, ja, jeetje. Zo, dat is ook gewoon waar. Zo werkt dat. Ja. En dan moet je dus misschien soms best rigoureuze keuzes maken. Maar ja, weet je, dat werkt gewoon. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb gewoon niet alles gedaan. Maar ik weet niet dat het voor mij werkt. Dus ja, dan moet je dus de zoektocht beginnen naar wat werkt dan. Nou ja, en dan ga je elke keer weer dingetjes afstrepen. Oh, nou, dit is voor mij niet zo'n heel goed idee. Nou, en zo kom je langzaam maar zeker tot een soort van formule die voor jou werkt. En dan ga je die gewoon heel vaak doen. En dat is precies wat het is. Mooi uitgelegd. En ik denk waar mensen ook... dat is weer die beperkingen van onze gedachtes. Dat we zo'n... dus iemand die nu zich niet zo goed voelt en weet van ik leef niet zo gezond, die denkt misschien nu... oh, moet ik dat allemaal gaan doen? Maar zie het als een reis, als een soort avontuur, waarin jij gewoon steeds dingen gaat onderzoeken en zie het als iets wat jou beter gaat maken, als iets positiefs en niet als iets wat zwaar is of moeilijk of veel tijd gaat kosten. En maar dat is eigenlijk met alles, weet je. Het is puur jouw visie of jouw gedachte op iets wat het makkelijk of moeilijk maakt.
Ja, en wat ik heel erg had, is ik vind het heel lastig om met iets te beginnen. Dus dan heb ik me voorgenomen van ik ga lopen, elke dag, zoveel stappen. Maar dan heb ik geen zin om te gaan. Hè? En dan zitten in mijn hoofd allerlei discussies van, ja, zou ik nog wel gaan? Misschien moet toch niet, want dit of dat, zou wel dat. Nou, er zijn vast meer mensen die dat hebben. Als je eenmaal begint te lopen, dus je gaat toch gewoon de deur uit zonder die discussie serieus te nemen. En je begint te lopen. Nou, de eerste 10 minuten, dan heb ik er meestal echt nog geen zin in. Maar dan in één keer, na 12 minuten, dan ben ik gewoon aan het lopen. En dan gaat het gewoon lekker. En dan vergeet ik helemaal dat ik er geen zin meer in had. En dan ga ik er lol in hebben. En dan kijk ik een beetje rond en denk, oh, de stof zegt, oh, leuk bloemetje, leuk dit, leuk dat. Ja. Oh, het is lekker weer of het is shit weer, maakt niet uit. Regen kan ook heel leuk zijn als je aan het wandelen bent, gek genoeg. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je er straks zei over het ondernemersproces. Weet je, die opstartfase, ja, dat is gewoon hartstikke spannend. Maar als je eenmaal aan het lopen bent en je weet van, ik ga een beetje die kant op. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, weet je, dan ben je aan het lopen. En van dat proces, daar kan je gewoon onwijs van genieten. En die wandeling, die wordt dan in één keer toch ook heel leuk. En alles wat je daar dus op tegenkomt. De mensen die je tegenkomt, mensen waar je inspiratie vandaan haalt, boeken die je leest, inzichten die je krijgt. Weet je, dat allemaal bij elkaar. Ja, het gaat letterlijk stromen als je start en stappen neemt. En ja, dan ben je bijna niet meer te stoppen. Ook als je eenmaal eraan geproefd hebt of hebt gemerkt iets werkt. Maar goed, tegelijkertijd ook als het dan niet werkt, de kracht om wel door te gaan, weet je. Altijd gewoon weer die volgende stap zetten. Altijd. Dat is eigenlijk het enige. Ja, het is ook een bekend spreekwoord of een bekende uitspraak. Maar het enige verschil tussen een ondernemer die faalt en een ondernemer die succesvol wordt, is dat diegene die faalt is gestopt en die andere is doorgegaan. Dat is het enige verschil. Weet je wel, je moet gewoon doorgaan. En wat succes is, dat is voor iedereen anders. Dat hoeft ook helemaal niet in geld te zitten. Weet je, dat kan dan zijn dat jij gewoon zelfstandig een modaal inkomen weet te genereren en daar trots op kunt zijn en gewoon leuk werk hebt. En voor de ander is het miljoenen verdienen, dat maakt allemaal niet uit. Maar het gaat er echt om dat je gewoon altijd doorgaat en weet dat het wel goed komt. Ja. Cool. Mooi. Hey Laura, waar kunnen we jou vinden als we jou iets meer over jou willen weten? Nou, ik heb sowieso een website op laura.nl, dus gewoon mijn voornaam.nl. En op Facebook Laura Daan, dan vind je me. En natuurlijk op LinkedIn en Instagram. Ik moet wel zeggen dat ik daar niet heel actief ben geweest al heel lang. Omdat ik, net als met het waar we het over hadden, volgen van mensen. Ik focus vooral op werk, wat ik doe. En ik heb dat verwaarloosd, letterlijk. Maar ja, dat is een keus. Dus, maar Facebook ben ik wel een beetje actief. En en mijn website. Dus dat zijn de beste dingen op dit moment. Cool. En, voor onder andere online fotocursussen. Oh, wacht, die website noem ik niet eens. Dat is fotografieuitdaging.nl. Laura is gewoon. Tuurlijk. Dat is eigenlijk mijn website met alles rondom fotografie. Fotografieuitdaging.nl, klopt. Cool. Zetten we die nog even in de show notes, al jouw linkjes. En ik wil je bedanken voor dit toffe gesprek. Heel inspirerend weer. Ook. En leuk om meer over jou Superleuk. Te leren. Ja. Ik vond het een heel fijn gesprek en we hebben binnenkort wel weer even contact. Zeker weten. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.